Hallo mensen van de Alliantie, ben ik welkom bij een nieuwe aflevering van Life Strange 2. Vorige keer zijn we aangekomen bij de opa en oma van Sean en Daniel. Nu gaan we verder. We gaan in ieder geval op de bel drukken. Voordat Sean of dat Daniel doet, en dat wil ik niet. Ik wil het zelf doen. Ik ben de grote broer. Laten we gewoon rustig wachten. Nee, we gaan gewoon rustig wachten. We'll figure out something. Zal ze even tijd kosten. Ja, daar gaat een lamp aan. I'm sorry, we don't want any of. Hallo. Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? I heard. Look who's here. After all this time. Ja, wij zijn het. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. You poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Yep. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Want die open-up ziet best wel streng uit. Oorlog. Gewoon fighten. En neem nog even een slokje drinken. Ik neem, dit is de derde aflevering achter elkaar die ik opneem, dus... Forgive me. Dus tussen deze tweede heb ik even een pauze genomen, maar... In principe alles achter elkaar. Oh shit, daar ging mijn controle bijna. Op de grond. Dat wil ik niet willen. Zo. Ik hoop trouwens dat jullie net zo genieten van deze game als ik. Het is leuk om gewoon games te spelen en ervaringen te delen met andere mensen, dus... Hey, is het warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He ja, sorry worse. Man. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Die mensen zien er best wel, hoe zeg je dat, hostile op het moment uit. So, how's the kid doing? He'll be fine. Just a little hit. Oh, shit. I'm so hungry, my belly hurts. I don't know. Fuck. Did I make a mistake coming here? Nee, je had niet veel keuze. Remember that. Het voelt zo awkward om hier te zijn. Waarom? Het is familie. Het is goed om binnen te zijn. Finally. Ik hoop dat ze ons de nacht laten blijven. Onze kinderen worden door de politie voor moord. Ik weet het. Oh, ze weten het. Sean is guilty. Sleeping in our home. Next to us. Let's just ask him what happened. Oké, dus ze weten dat ik aan het weggaan of ben voor de politie. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, Trap de deur in. Let's go. The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Yeah. And for assault and robbery in a gas station. Oh yeah, that yeah. Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? I don't know. I swear I don't. Too much happened and I'm trying to figure it out, but all I know is that he shot dead. And yeah. Now he's gone. Oh, sweetie.
We are so sorry for what happened to your father, but why did you run away if you're innocent? I freaked out. It happened so fast. I saw the cop on the ground, and my dad, and I freaked out. Oh, I know. You poor thing. But that just made things worse for you and your brother. You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. Yep. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. Ja, maar ja, je hebt niet echt een keuze op het moment dat je de beslissing maakt. Dat is ik niet, de game is gemaakt. I tried. I swear. But I can't do everything. Ik had dat anders gedaan persoonlijk, maar weet je, zo werkt de game. Dus. So, what are your plans? Down to Mexico. Go down to Mexico? To Puerto Lobos? Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him, but you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Ik heb het gevoel dat ze de politie gaan bellen. Seriously? That's really nice, Steven. Thank you. Okay, but we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise. Are no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy. Okay. And nosy. We can stay? Serious? Awesome! Ooh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey! You're supposed to be resting, young man. Yeah, yes, he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. Check. So, I bet you're hungry. Yep. Let me fix you something. Geen ravioli meer. Gewoon eten. Check. Maar dit gaat rubbel leveren, though. Er gaat een moment komen waarop ik moet kiezen om, zeg maar, mijn head niet meer low te houden, of wel. Of Daniel flikt iets en dan komt de politie. Sowieso. Zoiets. Deze game is all about, zeg maar... How do you feel? Wegrennen. Superwolf. Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Mm. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. Oh, ze zijn zwaar gelovig, oké. So are we ready to pray? Just follow my lead. Sure. Fuck it, we doen het wel. We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean. And Mushroom. And you and Grandpa. And Iedereen. Everybody else. Oh my, you are so sweet.
Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships. Dit heb ik al heel lang niet meer gedaan. Dit is zeg maar toen ik bij, Amen. God, hoe heet dat? In ieder geval, oppas bleef. Die waren ook zwaar, geloof ik. Okay. En toen deden we ook altijd bidden. En toen waren we verplicht om te bidden, weet je wel. Voordat we eten kregen en zo. And no roughhousing in here. Niet mijn favoriete ding, maar weet je, als jullie het doen, gewoon doen, hè. Good night. Oh, and thanks again. Good night, Grandma. Ik heb altijd respect voor, zeg maar, andere mensen. Ik bedoel van... Ik zeg altijd, je hoeft het niet te waarderen. Je kan het wel respecteren. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Iedereen die gewoon elkaar accepteert. Dat is wel weer een christelijk idee natuurlijk. Alleen, ik doe het niet volgens christelijk manier, maar op de manier van mezelf, weet je. ik probeer iedereen gewoon te respecteren. Whatever. Well, Claire seems pretty caring. Ja, uiteindelijk wel. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Yep. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Ja, ik weet nog steeds niet wat er gebeurd is. Maar ik zoek het nog wel een keer op. Of dat verteld is. On where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Hey, man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? Misschien kan ik het ook wel. Ooh. I concentrate in... Hidden power. It just happens. Wait. Does it hurt? Nah. It's kind of itchy, though. And exhausting. Sorry. Anyway, remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Sleep tight, little cub. Nice. Ja, ik moet het achtergrondverhaal nog eens even opzoeken. Een keertje. Komt nog wel. Ik heb eigenlijk best wel, zeg maar... Ik vind het leuk dat deze game er weer is. Alleen, als ik een aanrader mag geven, ik zou gewoon wachten tot de hele game uitkomt en hem dan in één keer uitspelen. Het is een spel dat je, zeg maar, aan één stuk door moet spelen eigenlijk. Of gewoon even een paar dagen gewoon tijd voor moet nemen. Dus... Dat is wel mijn aanrader voor deze game. Gewoon even de tijd ervoor nemen. Even er één keer doorheen knallen. Dat is leuk om te spelen in ieder geval. Behalve als je hem opneemt, dan moet je zeg maar... Dan heb je in ieder geval wat meer tijd nodig. Omdat deze games best wel nogal lang zijn. Een uurtje of twee, anderhalf of tweeënhalf of zoiets. Twee richting de drie. I could sleep all day long in this bed. Ik ben aan het kijken of ik meer... foto's kan maken. Of tekeningen ofzo. I don't even know how Beaver Creek looks like. We're not allowed to get out. Nee, precies. Dat is misschien maar beter ook, want er komen problemen. Get dressed before you go, dude. Claire thinks breakfast is like a job interview.
Even kijken. Waar ja, hier hangen kleren, maar kan ik die ook aantrekken? Nee. Can't believe we actually spent a month out there by ourselves and survived. Yep. Dat is best raar inderdaad. Geld. Travel shit. Bladzijdes. Reynolds huis, wat is dit eigenlijk allemaal? Oh, het is spul dat we hebben gevonden. Ja, daar heb ik niet echt mee bezig gehouden. Ik heb maar spullen zoeken en zo. Ik heb zoiets van, ik zoek wel de dingen, de tekeningen of de haakjes en zo, zeg maar de shit die ik aan mijn tas kan hangen. Alleen de rest. Alright. I'm allowed to go out now. De rest boeit me niet zo. Op dit moment in ieder geval. Misschien dat ik in mijn eigen les bij dat nog wel doen. Maar het gaat in ieder geval wat een stukje makkelijker en een stukje sneller. Sean, are you awake? Breakfast almost done. So come down when you're ready, okay? Oké. Okay. Prima. Ik ga eerst even hier wel een beetje rondlopen. Misschien vind ik hier nog wat. Choo-choo. So careful, chief. Going too fast. We have to. We're late. Echt een typische oude mensen ding. Since we got here. And I kind of don't give a fuck. Better not sneak in. They won't like it. Nee, precies. Badkamer. Even wassen. Oh man. How did we survive for weeks out there with no hot water? Als het moet, dan moet het, hè. Towels, medicine. Oké, laten we naar beneden gaan. We spent the whole week locked up in the house. Will things ever go back to normal? Ja, dat weet je nooit, hè? Steven doesn't like us in here when he's away. Vissen. Het zijn allemaal dingen die ik herken van een oude mensenwoning. Better hit the kitchen quick. Claire's waiting for us. Oh my, look who's awake. Eindelijk. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Grandpa, show me your pop star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Zij wel, ja. Ik voel me altijd nog een beetje een buitenbeetje. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers, but the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Geweldig. Maar oude mensen dingen, ik herken het. Grote keuken. He can fix his trains, but not my kitchen. Grote keukens, goed eten, aquarium, modeltreinen, typische oude mensen dingen. Did I make enough? Everything's okay? It's great, as usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Yeah, it's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe, unlike the big city. I yep. get it. I like it. Ik woon natuurlijk ook in een dorp, dus officieel woon ik in een stad. Alleen, ik heb mijn hele leven op een dorp gewoond en het is gewoon lekker rustig. We try to lend a hand, like to Charles next door. He lost his wife and things have been hard on him and his Charles is zeg maar de vader van Captain Spirit. Lost in Seattle. En zijn zoon is Captain Spirit. But we're all taking care of him here. How old is his son?
I think he's your age. Ooh, cool. Dus ja, dat is waarschijnlijk iemand die we gaan meeten deze episode. Alleen wanneer? Eerste vraag. Oh shit. Stop, it's crazy. Hey, what's going on back there? Nothing. Oh, and I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. Of dat de moeders room is. I told you, there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? Zo is het de kamer van zijn moeder. Bullshit. Daniel, language. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Sick. Okay. Maybe you should tell him that it was Karen's room. And maybe you should tell him to watch his mouth. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Daniel needs that. He doesn't know anything about her. I know, poor thing. But his mother isn't in there anymore. Nee, maar herinneringen wel. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did mom ever contact you? She only talked to dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway. You have to respect my rules under my roof. Okay? Okay. Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Daniel will freak. Thank you. Oké, okay, nou mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel het met je vrienden. En hoop je volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe aflevering. Van Life Strange 2. Episode 2. See ya!